Dus laten we gewoon beginnen met deze sessie van CS, het genootschap van contentstrategen. Welkom allemaal. Bij alweer de 14e sessie. We zijn ooit online begonnen en we hadden het er net in het vorige stukje al over. We zijn nog steeds going strong, dit keer weer online. Leuk dat jullie allemaal zijn ingehaakt. Toch ook nog de volgende slide mag doen. Nee. Nou, dan doen we het gewoon zo. We zijn blij met elke sessie, dus ook met vandaag. Maar we kijken ook altijd even één sessie vooruit. Wat gaan we doen? Iets nog om naar uit te kijken, hopelijk. Volgende maand zijn we er weer. Dan weer op de derde dinsdag van de maand. Dat is even deze maand iets anders gelopen wegens omstandigheden. Dat is een heerlijke typering waar je niks aan hebt. Maar je moet het ermee doen. Maar op dinsdag 20 juni zijn we er weer en dan zijn we weer fysiek. We hebben Rotterdam gehad in maart of april. We gaan naar Amsterdam voor de sessie in juni. En dan zijn we welkom bij de mensen van Awesome Originals. Daar zullen wij onder andere verhaal aan horen van Daniel Kok van Linda. Dus wordt allemaal top. Gaat over branded content. En over hoe je videocontent lang trekt naar veel meerdere formats, et cetera. En iedereen die nieuw binnen is. Ja, oké, in ieder geval uit, dankjewel. Dus dat is volgende maand. Laten we dan nu weer terugpakken naar deze maand. Wat gaan we vanavond doen? Nou, we gaan het hebben over storytelling. En storytelling is eigenlijk heel simpel. Dat zie je hier al. Eigenlijk is het een heel simpel concept. Maar vertel het maar eens aan iemand, want eigenlijk is het misschien toch niet zo heel simpel. Of misschien toch wel, ja, eigenlijk, er komt best wel wat bij kijken. En in de essentie weten we allemaal ongeveer wat het is. Maar als je het aan je collega's moet uitleggen, dan kom je toch vaak een beetje dit soort blikken tegen. Van ja, wat is het nou? Waarom moeten wij er wat mee? Wat is de meerwaarde nou precies? Hoe gaan we dat in godsnaam doen? En dat zijn belangrijke vragen. Als je je eigen organisatie al niet mee kan krijgen, dan is het wel lastig om er iets van te maken. Nou, het doel van vanavond is dat je dus morgen aan je collega's kan uitleggen alsof het de moeilijkste materie is, maar dan op een simpele manier en je neemt ze gewoon mee. En dat doe je niet dankzij ons als CS, want dat doe je dankzij de sprekers van vanavond. En die ga ik even kort aan jullie voorstellen. Daarna doen ze dat één voor één allemaal zelf, gewoon als ze aan het woord geraken. Maar alvast even een doorkijkje naar het programma van vandaag. We beginnen straks met Bart Teriele, creative director, moet ik zeggen, bij EO. Dat wat ooit Interacto heette, als ik me niet vergis. Met een praktijkvoorbeeld. Dan gaan we naar Willem, mijn vader. Die is marktomstrateeg en heeft heel veel te doen met storytelling en er was nog een andere mooie term, ik weet even niet meer welke, maar daar komt ze vast zelf op terug. Theo Hendricks is een corporate storyteller, auteur en spreker op dat vakgebied en heeft daarin zijn eigen bedrijf. Gaat ons wel meenemen en als laatste komt Johannes van de Bank, is te makkelijk. Maar als directeur strategie en creatie is hij werkzaam bij Sabo Communicatie en neemt ons mee dat laatste aspect. Dan hebben we vier verhalen die allemaal van een iets andere perspectief je meenemen in wat storytelling is en hoe je het uitlegt aan de mensen die het nodig hebben. Nou, dat maakt dat het programma er ongeveer zo uitziet. Dus we zitten net iets over schema, maar we gaan dadelijk beginnen met Bart. Iedere spreker heeft ongeveer een kwartier. En daarna doen we 5 minuten Q&A. Laat vooral alvast je vragen ook weten in de chat. Dat maakt het heel efficiënt. Dus heb je een vraag, gooi hem er gewoon in. Het kan best zijn dat die vraag later in het verhaal al beantwoord wordt. Maar dan beter dubbel genaaid. Dat houdt beter en dat soort dingen. Leidt de discussie misschien aan het einde nog naar een soort samenvattend geheel in de afsluiting. Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij. En ik hoop dat Bart er ook net zoveel zin in heeft als wij allemaal. Bart, mag ik jou vragen om alvast jouw slide deck aan te slingeren? Zeker. En te delen met de mensen die aanwezig zijn. Misschien nog één huishoudelijke mededeling, Bram, dat we opnemen. Ja. We, ja, zeg maar. de,
Ja, de recording is al gestart. We willen deze sessie graag ook voor het nageslag bewaren en voor mensen die hem terug willen kijken. Dus hij komt op YouTube. Dus als je niet in beeld wil komen, is het slim om even je camera uit te zetten. Helemaal goed. Intussen zien wij de slides van jou, Bart. Dus geef ik jou graag het stokje door. Hou ik mijn mond. Heel goed. Hallo allemaal. Ik heb een verhaal voor jullie. En daarbij is het handig om te weten wat Bram net al vertelde. Dat ik Bart dus ben en creative director in de reclame. En dat is relevant omdat het verhaal wat ik jullie ga vertellen over reclame gaat. Ik ga een case behandelen die niet van mijzelf is. Want geheel in de stijl van reclame creatieven shinen we graag met andermans veren. Dus dat ga ik ook doen. Dat is alles wat je hoeft te weten over mij, dat ik in de reclame werk. En voor de rest komt het wel in het verhaal terug. We weten allemaal wat reclame is. En er zijn mooie quotes over geweest. Een van de beroemdste quotes is: "Advertising is truth well told." Toegewezen aan Bill Birnbach. Een van de oprichters van befaamd bureau DDB. De B van DDB. Of de B van DDB moet ik zeggen. Het is ook wel eens toegewezen aan McCann. Nog veel ouder. Welke van de twee het is, kwam ik niet meer achter toen ik dit aan het researchen was. maar één van de twee heeft deze quote. Kan hem zich wel toe-eigenen. Maar advertising is truth well told. En dat is een mooie quote waar heel veel reclame mensen nog steeds op teruggrijpen. Alleen er zit natuurlijk ook meteen een probleem in. Want het gaat over het vertellen. En ik denk dat we allemaal wel weten dat zeker wij in het vak verhalenvertellers. En we hebben verhalenvertellers, contentmakers in vele soorten en maten. En reclamemakers is ook maar een soort verhalenvertellers. Daar hebben we wel een probleem. Want wat wij ook doen, hè, het gaat om gedragsverandering. Het gaat om verkoop. Het gaat om wat dan ook. Maar uiteindelijk doen we dat over de as van goede verhalen, goede ervaringen. En het probleem met verhalen vertellen is dat dat gaat over de boodschap die je uitzendt. En dit is, ik denk, een open deur voor de meeste van ons. Dat hoop ik een klein beetje. Maar communicatie is niet de boodschap die je uitzendt, maar dat is de boodschap die de ontvanger oppikt. En dat kan nog wel eens een hele andere boodschap zijn dan wat je uitzendt. Daar gaan heel veel dingen op nat. Ik illustreer dat altijd graag aan de hand van een voorbeeld. Dat voorbeeld is vrij simpel. Als ik tegen jullie zeg: ik ben Bart en ik ben heel slim. Dat is gewoon mijn boodschap. Dan denkt, nou, ik durf te stellen, 90% van jullie: yeah, right. Dat zal wel. Als je één ding niet bent, is het slim. Je bent waarschijnlijk dom, mediocre at best. Iemand die gewoon over zichzelf zegt: ik ben slim, dat is niet de boodschap die op die manier wordt opgepikt door je publiek. Als ik graag wil dat jullie mij slim vinden, dan zou ik in de komende 30 seconden even in heel begrijpelijke taal de essentie kunnen uitleggen van de relativiteitstheorie van Einstein. Als ik jullie dat gewoon even heel beknopt en kernachtig van: relativiteitstheorie van Einstein, dit, dat, zus, zo. En jullie begrijpen dat ook nog, dan is jullie eindconclusie: die gozer is slim. Dan heb ik een ander verhaal verteld, maar dat is de conclusie die jullie trekken. Stimulus versus respons. Probleem in deze is dat ik dat niet kan doen nu. Ik kan niet helaas in 30 seconden even de relativiteitstheorie van Einstein uitleggen. Want ik heb no clue. Ik heb echt geen idee. Dus ik kan het nu helaas niet doen. Maar dat zou het punt wel nog beter hebben vastgespijkerd. Bart, mag je heel even onderbreken, jouw slides bewegen niet mee en staat ook niet in presentatiemodus. Wij zien nog steeds de openingsslide. Oh, echt waar? Ja. Stinks. Ja, nu wel. Briljant. Je hebt tot nu toe weinig gemist, hoor. Dan ga ik even. Ja, ik dacht, dan blijft hij wel heel lang staan bij de beginslide. Ja, precies. Niet nu. Deze keer. Dan ga ik hem even op een andere manier delen. Zo. Zien jullie de beginslide weer? Ja, dat is beter. Nu zien we hem volledig in het scherm. Nu zien we hem volledig in het scherm. Zie je vervolgslide? Ja, hij gaat verder. Mooi. Dankjewel, Freek. Want anders was op een gegeven moment was het wel vervelend geworden namelijk. Dit was de quote waar ik het net over had.
Communication is not message sent, it's message received. Nou, dat punt willen we even vastspijkeren. Dat heb ik net gedaan door te vertellen dat ik niet zozeer moet zeggen dat ik heel slim ben, als wel even de fundamentele beginselen van de relativiteitstheorie in 30 seconden moet uitleggen. Dat lukt me allemaal niet. Goed, daar waren we. Redelijk overzichtelijk. Dus dat is wat er met die quote van Bill Birnbach in het begin, wat mij betreft, fout gaat. Hij gaat over het vertellen van het verhaal, terwijl het moet gaan over je publiek. Over wat daar het effect is. En wat dat betreft is, als je dat goed doet, kan een goed verhaal kan echt het verschil maken. Dus we krijgen nu weer een spannend moment in deze presentatie, want ik ga even een filmpje laten zien waarvan ik maar moet hopen dat jullie ook de audio meekrijgen. Ik heb een knopje omgezet waardoor het zou moeten werken. Dat is een filmpje wat jullie waarschijnlijk allemaal kennen. En ik ga daar een verhaal bij vertellen wat jullie voor een groot deel waarschijnlijk ook kennen. Maar er komt een verhaal achter het verhaal. En dat kennen jullie vrijwel zeker niet. En daar gaat het me om. Dus kijk even mee naar het filmpje. Als het goed is, horen jullie ook het een en ander. Filmpje van wat lage kwaliteit. Ik hoop dat jullie hebben gehoord. en gezien. Maar dit was 2004. Mede daarom wat lage kwaliteit. HD en zo was er nog wat minder een ding. Maar dit was een van de eerste viral filmpjes. Die echt ook gewoon wereldwijd goed viral ging. Ook nog van een commerciële partij, van Dove. En de aftrap van de Campaign for Real Beauty. Een campagne die we allemaal kennen. Van Dove, van Unilever dus. En het was een hele positieve campagne met vrouwen met een buikje, met wat oudere vrouwen, met vrouwen met cellulitis. En dat was echt wel een ander soort communicatie dan wat we daarvoor hadden gezien. Zeker als het ging om healthcare en beauty. Het was positief, het was bevrijdend, geen bekende gezichten op de cover, maar echte vrouwen. Campaign for Real Beauty. Het verschil met de tijdsgeest, want nu vinden we dat allemaal heel gewoon, dat komt ook. Die campagne loopt al bijna 20 jaar, dus we zijn er wel aan gewend ondertussen. Maar de tijdsgeest in die tijd was echt wel anders als het ging over beauty. We hadden nog steeds de Naomi Campbells, de Linda Evangelista's, de Kate Mosses met een heroin chic. Nog steeds als mode-ideaal. Je moest mager zijn, op het ongezonde af. En dit was de context waarin deze campagne werd gelanceerd. Nou, mooi, zeggen we nu. Goed dat dat er was. Goed verhaal in zichzelf, wat ze vertelden. Maar het interessante voor mij is hoe dat tot stand is gekomen. Want ik zei net al, Dove, Unilever. In de boardroom is deze campagne goedgekeurd. En hier wordt het interessant. Want in de boardroom zitten mensen met spreadsheets voor de neus. Zeker naarmate een bedrijf groter wordt, een merk groter wordt, de omzetten groter worden. Dan neemt het risicomijdend gedrag toe. Veiligheid wordt belangrijker. Je kunt niet zomaar van een miljoenen en miljoenen omzet 10% wegblazen omdat een campagne niet zo succesvol was of beschadigend was. Dus je ziet dat
bij naarmate een merk groter wordt, en zeker bij conglomeraten als Unilever, en geloof me, ik heb er werk voor gedaan, dan zie je dat het steeds risicomijdender wordt. En deze campagne was alles behalve risicomijdend. Dus hoe krijg je dan die boardroom mee? Hoe krijg je die beslissingnemers mee die eigenlijk kunnen kiezen van hey, we zetten gewoon weer een mooi slank model, al dan niet wereldbekend op de advertenties. Of we gaan werken met echte vrouwen, wat het reclamebureau wilde voorstellen. Want je moet je, ik weet niet of je nog kan herinneren, maar in die tijd hadden we nog een vrouw in bad die met zeep over haar arm met een kwart hydraterende melk. Dat was het verhaal van Dove voordien, voor deze campagne, voor 2004. En het was gewoon een prachtige vrouw en slank en verzin het maar. Deze vrouwen ook prachtig, maar wel volgens een andere norm. En die norm, daar werd nog wel alles aan afgemeten. Dus hoe krijg je dan als reclamebureau, en ook Gilvie was het reclamebureau hierachter, volgens mij is het in Canada ontstaan als ik het wel heb, hoe krijg je die boardroom mee? En dat hebben ze vrij simpel gedaan, zou je kunnen zeggen. Ze zijn bij de pitch waarin ze het idee presenteerden, hebben ze een strategie neergelegd en dit moeten we doen, want dit is de tijdsgeest. En kijk, dit leeft er in de maatschappij. Dus ze zijn straatinterviews gaan doen. Straatinterviews met vrouwen, jonge vrouwen, meisjes. En gewoon gevraagd wat wij nu allemaal heel normaal vinden. Hè? Wij zijn hier allemaal aan gewend, want we zijn 20 jaar verder. Maar 20 jaar geleden, ruim 20 jaar geleden, was het revolutionair de vraag: hoe zie jij vrouwen in de media en in advertising en wat doet dat met jou? Nou, dat was natuurlijk wat wij nu allemaal snappen en weten. Rampzalig. Je zag vrouwen met een onhaalbaar schoonheidsideaal, wat jouw zelfbeeld vernietigde, waardoor je onzeker werd. Hele ongezonde dingen allemaal. En dit snappen wij nu. Zo'n straatinterview, ja, daar ga je ook die boardroom nog niet direct mee overtuigen. Die gaan niet in één keer denken, oh, maar nou gaan we wel risico lopen. Nee, alleen wat Gilvie had gedaan, en dit was een do-or-die ding. Hoe vertel je dit verhaal, en dat is dus de kern, hoe krijg je dit publiek van die board of directors mee in jouw verhaal? Dan moet je je toch verplaatsen in die board of directors. Dat hebben ze op de ultieme manier gedaan, want die straatinterviews, dat waren niet zomaar meisjes en vrouwen. Dat waren hun eigen dochters, hun eigen nichtjes. Vriendinnen van hun dochters. Dus jonge vrouwen, meisjes die ze kenden, die feitelijk via de camera van Ogilvie aan hun vaders en buurman en hun ooms en weet ik veel wat, vertelden hoe jullie beauty-industrie vrouwen portretteren, daar word ik ongelukkig van. En toen werd het een waarheid die onontkoombaar was. Er waren twee mogelijkheden. Ik zei al, do or die. Of op dat moment wordt het reclamebureau met pek en veren de boardroom uitgeschopt om nooit meer welkom te zijn, omdat ze de privacy hebben geschend van zowel de boardroom members als de familieleden daarvan. Of het wordt met open armen ontvangen, omdat je het niet meer kan ontkennen. Nou, we snappen nu, deze campagne is gaan lopen, het laatste is gebeurd. Maar dit is echt het ultieme voorbeeld van hoe stem je je verhaal af en geef je het vorm op een manier dat je publiek het ook kan ontvangen. En dat is ook de kern van wat mij betreft de kern is van storytelling. Is dat wat ik op die slide eerder had staan. Communicatie is niet wat je vertelt, maar is wat de ontvanger eraan overhoudt. Dus goede storytelling voor mij, goede content voor mij heeft naast het verhaal vooral ook de ontvanger centraal staan. Nou, ik zal niet de enige zijn die dit punt zal maken vanavond, maar aan de hand van deze Dove case, wat case die iedereen kent, maar dit verhaal daarachter over hoe dat tot stand is gekomen kent bijna niemand, is ultiem dit. Waarmee ik ook echt heb lopen rammen om het, ondanks dat we wat later, dat ik even terug moest in de tijd, het binnen een kwartiertje te krijgen. Ik probeer altijd respect te hebben voor de tijd. Heb ik eigenlijk nu nog maar één vraag. En dat is of iemand mij dan nu even in 30 seconden, want zoveel tijd heb ik nog wel over, de relativiteitstheorie van Einstein kan uitleggen. Want ik ben zelf ook echt heel benieuwd. Dat is mijn verhaal, jongens. Dankjewel, Bart. En ik kan dat in 2 seconden. ESMC-kwadraat, je weet toch? dat is gewoon zo. Dank je.
Zie je, nu ben ik heel slim. Dankjewel, ja, mooi insight. Ik ken het verhaal inderdaad niet. En dat, daar sta ik dan best versteld van, want ik denk altijd dat ik best wel veel van dit soort verhalen stiekem oppik gaandeweg. Maar wat even mij niet helemaal duidelijk is, en voor iedereen die ook een vraag heeft, dump hem vooral even in de chat. Wat mij niet helemaal duidelijk is, de manier waarop je het verhaal vertelt, suggereert dat de poort op een gegeven moment dus wel is ingelicht over het feit dat het die dochters van die creatieven van dat bureau waren. Nee, dit waren niet de dochters. Oh, wacht. Het waren niet de dochters van de creatieve van het bureau. Het waren de dochters van de board of directors zelf. Ah, zo. Ja, dan hadden ze het waarschijnlijk wel door, ja. Dat hoop ik. Ja, het waren de binnenechtelijke dochters waarschijnlijk, ja. Ja, okay. Precies. Okay. Dat is een hele mooie. Ja, wauw. En okay. Dit is een hele mooie. Dan is natuurlijk de vraag, heb jij ooit zoiets dan wel eens zelf in je eigen werk toegepast? Ja, zeker. Ik heb ooit een pitch verloren op een vergelijkbare manier. Dus dat was een ander bureau die dat heeft gedaan. Maar ik heb ook een keer, dat was een pitch voor Unive. Dat was heel minimaal, maar ik had een centraal idee. Dat ging over het duurste paaltje van Nederland. Simpelweg autoverzekeringen. Ik wilde op zoek gaan met de campagne naar het duurste paaltje van Nederland, waar de meeste schade op werd gereden. Dat was een hele simpele idee. En toen ik dat ging pitchen, het was een bureau pitch, het was op het account, had ik een Amsterdammertje gekocht en die had ik op de parkeerplaats tijdens de presentatie bij de klant onder zijn bumper laten schuiven. Zodat toen hij naar buiten liep, stond daar daadwerkelijk het duurste paaltje van Nederland onder zijn eigen bumper. Waarmee gewoon die gedachte, de kern van mijn idee, die nam die letterlijk mee naar huis, want hij heeft het Amsterdammertje, dat zijn nog best dure dingen om te kopen, in zijn achterbak gegooid. Ik kan hem keurig in de kleuren van de klant laten spuiten. Maar dan gebruik je ook een vehikel om eigenlijk niet je verhaal te vertellen, maar je verhaal te laten voelen. Ja, top. Ik zie wat vragen binnendroppen. Ank vraagt, is storytelling, hoe klein ook wel eens niet van toepassing? Oeh. Is dat een vraag voor ons allemaal aan het eind? Ja, dat is... weet je, we doen dat gewoon. Dat is en dat beschouwen we dan even niet als afschuiven, maar het is inderdaad wel een mooie vraag. Xandora vraagt, ik heb een vraag, wat is jouw nummer 1 tip om een idee gepitcht te krijgen? Ja, nou, dat is wel... Dat ligt in het verlengde wel wat ik net zei. Ik begin echt... Als ik het idee eenmaal heb, dan begin ik vervolgens met mijn publiek. En dat is wat ze hier dus in deze case ook hebben gedaan. Wie zijn dit? Waar zijn ze gevoelig voor? Wat is hun ambitie? En hoe kan ik mijn idee daarop laten aansluiten? Dus als ik in de theoretische situatie die hier aan het begin van de avond werd geschetst, dat ik bij het koffieapparaat collega's moet gaan overtuigen over het belang van een contentstrategie, dan ga ik me verdiepen in die collega's en wat ze drijft en wat ze nodig hebben. Het is een open deur, maar daar zit wel het verschil bij je publiek. Ja, oké. Okay. En die doen we ook aan het einde. Ik kijk ook even naar de tijd. Laten we het er hier even bij houden voor nu. Dankjewel voor jouw verhaal, voor je bijdrage. We zien je aan het einde bij de rondgaat nog even terug. Indachtig het tempo van deze avond, waarbij we 4 mensen hun verhaal willen laten vertellen en wij zo min mogelijk daar in de weg willen staan. Mag ik nu de microfoon en het scherm overdragen aan jou, Willemijn? En voor mensen die denken van, we hadden vorige keer ook een vader in de sessie. Dat klopt, dat kan wel eens iets van familie zijn, toch? Ja, dat klopt. Caroline is mijn nicht. Ik zie haar ook in beeld, Heileen. Wij zijn de familie van elkaar, ja. Ja, nou, it runs in the family. It runs in the family, zeker. Oma was ook een verhalenverteller. Caroline heeft nog een boek van oma geëdit of geredigeerd. Dus ik zal even... Een mooi verhaal over de storytelling van oma. Ja. Oma kan mooie verhalen vertellen. Ik ga even kijken, jongens. Ik moet even opletten. Yes. Zien jullie mijn scherm? Ja. En als je nu nog 1 keer even klikt om te testen of dat ook werkt, dan helemaal goed.
Oké, okay, nou, ik ga jullie vanavond wat vertellen over hoe ik de Hero's Journey gebruik om de Buyer Journey in te vullen. Nou goed, mijn verhaal begint ongeveer zo'n 15 jaar geleden. Toen was ik nog de eigenaar en creatief directeur van PR-bureau Whisper. Wij deden de PR voor grote technologiebedrijven. En wat mij daarin vaak opviel, wij moesten zeker als PR-bureau echt wel verhalen maken om de bedrijven in de media te krijgen. En vaak, wat mij vaak opmerkte, daarin hadden wij een mooie campagne bedacht. Hè, waarmee je die awareness creëert. Je zit aan het begin van die lijn, hè, om een onderwerp of een verhaal in de wereld te slingeren. Ja, en dan denk je van, hé, hey, het zou fijn zijn als marketing of als de event, tak of whatever, welke afdeling, sales, support, ook hiermee in meegaat. Maar ja, ik denk dat het voor velen wel bekend is dat het allemaal silo's zijn waarin we zitten. Terwijl je dus eigenlijk zo'n geïntegreerde communicatieaanpak wil. Dus mijn vraag was, hoe kan ik dat aanpakken? Hoe ga ik die buyer journey, waar we in die tijd allemaal inmiddels mee werkten, hoe gaan we die invullen, zodat iemand uiteindelijk van awareness helemaal meegenomen wordt naar die decision fase en al die afdelingen met elkaar samenwerken? Nou goed, hoe ga je dat aanpakken? Hoe ga je opvallen in dat enorme aanbod wat er is? Nou ja, destijds, ja, ik denk dat het inderdaad zo'n 15 jaar geleden is dat storytelling helemaal in werd. Dus ik ging mij daar ook in inleven en kwam toen de theorie van meneer Campbell tegen. Wat hij noemt de Hero's Journey of de monomyth. Hè, waarin een verhaal, deze meneer Campbell heeft onderzoek gedaan naar een heleboel verhalen, sages, et cetera. En heeft daarin een bepaald patroon ontdekt. Dat patroon heet dus de Hero's Journey, waarin de film, het boek, het verhaal altijd begint met een held. Die wordt, hè, die heeft een omschrijving van hoe zijn bekende wereld eruit ziet. Er komt dan een uitnodiging om op avontuur te gaan. Dat is, hè, er is, doet zich vaak een probleem voor. Hij moet dan dat avontuur aangaan, gaat de threshold over. Dat betekent dus dat hij naar een nieuwe wereld overstapt. Dan zijn er helpers die hem helpen in het verhaal. Hij gaat allerlei challenges aan. Hij moet zijn donkerste angsten overwinnen. Je hebt dat bijna doodmoment dat hij inderdaad, dat je denkt dat de hele wereld vergaat. Maar uiteindelijk is dat de wedergeboorte. Hij overwint zijn angst. Er is een transformatie en een beloning. En vervolgens keert hij weer terug naar het normale leven. En begint de volgende dag gewoon het cirkeltje weer opnieuw. Want dit is eigenlijk een patroon wat wij als mensen allemaal kennen. Om je een voorbeeld te geven dat het op ieder verhaaltje toe te passen is, heb ik het voorbeeld van Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. De film begint, er is niks aan de hand. Je ziet de context van haar leven. Sneeuwwitje is vrolijk en vriendelijk, de mooiste van het land. Dan doet zich een probleem voor de boze heks. Die krijgt te horen dat Sneeuwwitje mooier is dan zij. Dus ze moet dood. Ze geeft de jager de opdracht om haar naar het bos te brengen en er te doden. Maar de jager, hè, dus ze gaan naar de andere wereld. De jager die strijkt over zijn hart en zegt, Sneeuwwitje, ga rennen. Jij moet, ik wil niet dat je doodgaat. Ik kan het niet. Nou goed, zij vlucht het bos in en zij komt vervolgens een aantal helpers tegen. Dat zijn dus de Zeven Dwergen. Met hen heeft ze een zorgeloos, fijn leven. Dat is het avontuur waarin ze af en toe eens wat angst tegenkomt. Maar meestal is het vrolijk en vriendelijk. En dan klopt die heks op de deur en die verleidt haar met de appel. Dat is de abyss. Ze gaat dood. We denken met z'n allen dat de wereld vergaat. Maar dan komt gelukkig de prins die haar redt. En dan trouwen ze en leven ze nog langer gelukkig. En dan is het verhaaltje afgelopen. Dus dat is een heel kort
hoe die hero's journey op iedere film bijna gelegd kan worden. Ik kan dit uitleggen aan de hand van een Walt Disney film, maar mooi voorbeeld, The Lord of the Rings, of die ik zelf vaak gebruik, is Batman en Robin. Als je dus gaat kijken naar die hero's journey, zit er een bepaalde patroon in. Het begint met de status quo. Bruce Wayne die komt gezellig thuis van zijn werk. Er doet zich een probleem voor. De Batmobile of de Batphone gaat af. Batman wordt op onderzoek of op avontuur uitgenodigd. Er komt een helper bij, dat is Robin. Samen gaan ze het avontuur aan en moeten ze het gevaar van de Joker onder ogen zien. Je denkt op een gegeven moment dat de Joker gaat winnen, maar Batman die breekt zichzelf vrij en dan is er een transformatie. En in de volgende aflevering wordt Bruce Wayne weer gebeld en staat hij weer klaar om Gotham City te redden. Dus hier zie je een bepaald patroon in. Het patroon wordt, die hero's journey wordt in de reclame wordt superveel gebruikt. Ik heb hier een filmpje. Ik zal even naar de tijd kijken. Tot hoe lang had ik ook weer Bram? Want hij duurt redelijk lang. Maar dit is het perfecte voorbeeld van hoe de hero's journey in reclame gebruikt wordt. Oh, ik hoor je niet, Bram. Je hebt nog 11 minuten. Nog 12 minuten, zei je dat? Ja, zoiets. 12, 11. Oké, ik ga snel even hierop klikken. Horen jullie geluid? Yes. Yes. Père aura vraiment tout vu. Non. Il m'a pas vu grandir. Tiens. Il t'a laissé cette lettre avant de mourir. Thank you.
Nou, even kijken. Oh, zien jullie mijn scherm, de presentatie? Yes. Oké. Ik had net trouwens een andere view hier. Even kijken. Nou. Wat deze reclame doet, is in ieder geval wat mensen beloven, wat story marketing of wat storytelling doet, is emotie oproepen en mensen in beweging brengen, want emotie is waarmee we beslissingen nemen. Dus verhalen zijn een vehikel om mensen in beweging te brengen. Nou ja, deze video is, ik vind het een pracht, ik krijg nog steeds tranen in mijn ogen als ik hier naar kijk. Ik word helemaal geëmotioneerd ervan. Het raakt van alles aan. Het enige wat ik hierbij nadenk is dat ik nu niet meteen naar die winkel ga rennen om die koffer te kopen. Dus er is toch nog meer nodig. Dus als ik dan weer naar die buyer journey kijk, dan ga ik zien dat deze video heeft vast ergens in deze journey een functie. Maar er zijn nog veel meer stappen in die journey. En als ik dan naar die journey van de buyer, van die buyer journey kijkt, naar het patroon van die buyer journey, en ik leg daar die hero's journey overheen, dan zie je dus dat er hetzelfde patroon in zit. Nou, dit heb ik bij elkaar story marketing genoemd, want in het begin van die buyer's journey kun je dus het begin van het verhaal vertellen. Dus het begin van de hero's journey, hè, dus de context van het verhaal, de status quo, het probleem, de call to adventure. Dat komt overeen met de awareness fase van de buyer journey. Dus mensen die in die awareness fase zitten, die hebben behoefte aan informatie die dat onderdeel van het verhaal, van hun verhaal aanraakt. Als zij dan vervolgens op hun verhaal, op hun avontuur verder gaan, komen ze op een gegeven moment een helper tegen. En dat is wie jij bent als bedrijf. Jij bent die helper. En jij kan ze vervolgens in de consideratiefase vertellen hoe het avontuur eruit ziet. Welke angsten er overwonnen moeten worden. Waar we allemaal tegenaan lopen. Welke crisis je kunt verwachten. En als een koper daar een goed beeld van heeft, dan kan die tot een beslissing komen. En die beslissing komt op basis van de transformatie die hem in het vooruitzicht gesteld wordt. Dus op die manier gebruik je dus de verhaallijn uit de Hero's Journey om de content van de Buyer Journey in te vullen. Dus wat vertel je, in welke fase krijg je op deze manier inzicht in. En dan is het dus niet één verhaaltje, maar dan wordt het dus een hele reeks van verhalen. En dan wordt het zeg maar een soort Netflix-serie van House of Cards met allerlei verschillende afleveringen die elkaar opvolgen, waarin het verhaal dus steeds groter en uitgebreider wordt, maar die wel keer aan elkaar vastgelinkt zijn. Dat als jij aflevering 1 gekeken hebt, dat dan automatisch aan het einde aflevering 2 kan gaan draaien. Dus op die manier moet je dus je eigen content afleveringen ook aan elkaar vastlinken. Nou goed, ik heb een aantal voorbeelden. Ik zal heel snel hier doorheen gaan. Eén voorbeeld waar ze het niet goed gedaan hebben. Dus dan was oudere campagne van Dela. Hadden allemaal filmpjes gemaakt van ouders met kinderen. En prachtig. Toevallig kende ik één iemand die daaraan meedoet. Dus ik was wel geïnteresseerd om te kijken. Maar vervolgens, ja, wil je wat meer over die campagne weten? Ik zoek op die website, ik zie echt helemaal niks. Waar moet ik in godsnaam klikken? Nou, uiteindelijk heel veel geklikt. Op Facebook heb ik gekeken, kwam ik ook niks tegen. Uiteindelijk op YouTube kon ik dan wat vinden. Ja, dus ik was eigenlijk al lang afgehaakt in het verhaal over Lieve D. Uiteindelijk hebben daar niet zo heel veel mensen dus naar dat YouTube-filmpje gekeken. Ander voorbeeld waar ze het wel goed gedaan hebben is de Bavaria van de carnavalscampagnes van Bavaria. Daar begint het dus met de context. Hè? Chefke die wil gewoon vrij hebben met carnaval. En, want hij ervaart een probleem en hij roept zeg maar de kijker op om mee te gaan op avontuur. En het avontuur is dat ze naar
Den Haag gaan om een petitie in te dienen. Nou goed, dan zijn er dus online superveel van die filmpjes om mensen maar aangehaakt te houden. Om constant een update te geven van hoe ver ze nu zijn en hoe ver ze in het verhaal zitten. En uiteindelijk zijn ze dus met z'n allen in een bus naar Den Haag gegaan en hebben ze die petitie aangeboden. Dan zou het natuurlijk helemaal fantastisch geweest zijn voor Bavaria als we dan ook nog een carnavalvrije dag hadden gehad. Maar helaas is het de transformatie niet helemaal compleet geworden. Wat ze ook heel goed gedaan hebben is dat ze het jaar daarna gewoon nog een keer dezelfde. Hebben ze gewoon een sequel gemaakt op het hele Sjefke verhaal met carnaval. Dus wederom zie je dus hier weer in de verschillende stadia, awareness, consideration, decision, wordt meerdere onderdelen van het verhaal verteld. De held van het verhaal is de klant. Hè? Wat Bart net ook al zei, verplaatsen in die held. Dat is, de held was in dat Bart's geval de board of directors. Ze hebben zich in die mensen verplaatst. Door een context te schetsen wat herkenbaar is voor die mensen. En die context waren die dochters van die mensen. Die een probleem ervaren. Dus leef je op die manier. De held van het verhaal is je klant. En jij bent de helper van het verhaal. En als je dan gaat kijken naar die context. Dus, je kunt dan omdat je een heleboel verschillende persona's hebt. Je hebt een heleboel verschillende soorten. Helden die je voor ogen kan nemen. Je hebt verschillende soorten contexten. Je hebt verschillende soorten problemen die je kunt oplossen. Je hebt verschillende call to adventures. Jij bent daar als helper. Dus je moet ook goed weten wie jij bent als helper en welke rol je hebt. Maar je hebt ook verschillende assets. Hè? Dus middelen die je kunt inzetten om zo'n klant te helpen. Er zijn verschillende vormen van avontuur. Er zijn dus een heleboel verschillende contentonderdelen of verhaalonderdelen waar je vervolgens mee kunt gaan spelen om meerdere soorten content te creëren en aan elkaar met elkaar te combineren. Die kun je vervolgens in een treintje achter elkaar zetten. Die wagonnetjes zijn allemaal aan elkaar gelinkt en die leiden uiteindelijk naar een plek. Waar die decision plaats kan vinden, hè, die plek van de conversie. En vervolgens krijg je dus, als je het goed weet aan te pakken, een heleboel van dat soort verschillende treintjes door elkaar heen rijden, maar die wel qua contentstukken allemaal aan elkaar gelinkt zijn, waardoor het treintjes zijn die over hetzelfde netwerk rijden, als een heel overzichtelijk plattegrond van de nu, dit is Londen waarschijnlijk, de metro. Dus op die manier zet ik dus de Hero's Journey in om de Buyer Journey in te vullen. Dus op die manier is het niet alleen maar verhalen maken, maar de structuur van verhalen ook gebruiken. Om campagnes in te vullen. Nou, volgens mij heb ik het ook net binnen de tijd gered. Precies binnen de tijd. Oh, en, sorry. Weliswaar was ik even vergeten te vermelden dat dat inclusief de vraag was, dus dat is my bad. Mijn vraag is eigenlijk, en nogmaals, iedereen die vraag heeft, drop ze vooral in de chat. Jij gebruikt een heel mooi voorbeeld om te laten zien even wat storytelling kan doen. Weer een voorbeeld wat ik overigens niet kende, best verband en leuk. Hoe breng jij deze boodschap over aan een klant die bijvoorbeeld vraagt, joh, wat moet ik ermee? Laat je hen dan ook die video zien? Is dat je bewijslast, zeg maar? Nee, want die video is, ik laat hem, zeg maar, dat plaatje van de story marketing zien. Verhalen, zeg maar, wij mensen zijn verhalenmakers. Die hero's journey, die kun je kort uitleggen aan je klant. Maar is eigenlijk een journey die we dagelijks meemaken. Jij zit 's avonds aan tafel bij je vrouw en dan vertel je hoe de dag was. Vertel je ook een verhaaltje waarin dat patroon zit. Dus mensen herkennen het patroon. En een buyer journey heeft in principe hetzelfde patroon. Dus als je mensen wilt bewegen in die buyer journey en je ze ook dicht bij jou in de buurt wil houden, moet je ze een verhaal vertellen wat aansluit bij hun verhaal. Het geeft jou de kennis of de mogelijkheid om
in te schatten wat iemand nodig heeft aan informatie om zijn proces door te maken. Dus dan weet je dat er in de context, aan het begin van de film wordt hij aangehaakt door elementen die hij al herkent in zijn eigen verhaal. Hij herkent zich in het probleem wat je schetst. Je nodigt hem uit om mee op avontuur te gaan. Je laat zien wie jij bent als helper om hem te begeleiden op het avontuur. Je laat zien welke middelen je hebt die ingezet kunnen worden in dat avontuur. Je laat zien wat die allemaal te wachten is. Hè? Hoe gaat het aankoopproces? Wat is de warranty? Hoe lang gaat het mee? Hoe lang duurt de implementatie? Nou, dat zijn allemaal. Hè? Dus vaak kun je cases gebruiken om dat onderdeel te beschrijven. Hoe het bij een andere partij is gegaan. Als jij kan vertellen wat er ook allemaal mis zou kunnen gaan en hoe die klant zich daarop kan voorbereiden, heb je al een streepje voor. Dan bouw je vertrouwen. He, dan laat je zien van, hey, we gaan de crisis overkomen. En dit is uiteindelijk de beloning die jij aan het eind van de lijn zult krijgen. Dit zijn allemaal onderdelen die dus in het hoofd, in het brein, in de denkkracht van, of in het denken van die held zit, waar jij dus op in kan spelen. En het klinkt allemaal super logisch, maar hoe vaak zit je met een marketingteam samen, moet content gemaakt worden, dat er ontzettend veel van die stappen overgeslagen worden en iedereen gewoon denkt van, oh, dit wil ik graag vertellen, oh, en dit moeten we ook graag vertellen. Er geen structuur zit in de onderdelen die we graag willen vertellen. Dus je kunt ze dus ook zo op een rijtje leggen, omdat je weet van, hey, nadat je de helper hebt gezien, wil je weten wat het avontuur is. Dus je kunt al die content zo als een servicebox, hier, klant, dit is de content die jij graag wil hebben. Ja, en op die een manier. Een goede vervolgvraag van Teun is dan wel, zet je dit in bij allerlei verschillende type klanten? Dus bijvoorbeeld ook als de klantreis heel kort of heel lang is, en B2B en B2C, is dit overal op toepasbaar? Ja. Je zult zien, bij B2C is het wat korter dan bij B2B. Als jij Mars koopt, is het natuurlijk, ik heb honger, ik zie een Mars liggen, ik pak hem, ik koop hem en ik ben weg. He, dus dat is een superkorte line, zeg maar. Maar als iemand een fotocamera wil kopen, ja, dan ga je echt wel een beetje op avontuur. Of je gaat echt wel een journey door voordat je uiteindelijk zo'n fotocamera hebt gekocht. En als jij B2B een enorm duur softwarepakket moet aanschaffen, of weet ik veel, een machine voor jouw bedrijf, dan wil je echt wel zeker weten dat je de juiste informatie hebt ingewonnen om uiteindelijk die beslissing te kunnen nemen. Dus je kunt het voor een heleboel soorten producten of een heleboel soorten diensten of een heleboel soort gebruikers, of hoe zeg je dat, helden, kun je dit inzetten. Oké. Okay. Freek die zegt, dat maakt nog op, wellicht heeft dat iets met eigen ervaring te maken, dat weet ik niet. Maar sowieso vinden veel organisaties, met name salesorganisaties, het best lastig om die tegenslagen te benoemen die hij het over had. De negativiteit. En Sylvia voeg daar zojuist live aan toe. Eens, ik maak veel verhalen met klanten en die gaan vaak liever niet altijd uitgebreid in op de mindere kant van het verhaal. Ja, en vervolgens alle vakbladen staan vol met dat we authentiek moeten zijn, et cetera. Als jij ook, hoe ga je de tegenslag beschrijven? Dat er tegenslag is onderdeel van het verhaal. Als jij iemand kunt voorbereiden op, hey, hou hier rekening mee, dit is wat er kan gebeuren en wij hebben ervaring ermee om jou daar doorheen te helpen, dat is iets heel anders dan dat je niks zegt, er tegenslag komt, iemand ontevreden is en afhaakt. Je kunt verwachtingen managen door ook aan te geven, en zeker als je bijvoorbeeld een klantcase schrijft, ik schrijf in de klantcase heel vaak van, hé, hier liepen we tegenaan, maar dat hadden ze zo goed opgelost, dat ik dik vertrouwen heb en uiteindelijk heb het op die manier overwonnen. Dus je kunt daar heel goed mee spelen, maar je bent realistisch, je bent eerlijk, transparant, authentiek. Wat voor woorden nemen we als marketeers tegenwoordig allemaal in onze mond met wat we moeten zijn?
En ondertussen nee, ik ben het helemaal met je eens, maar dit is een constatering. Dat is vaak een gevecht wat je moet leveren. Want dan ga je het hebben over dingen die niet goed gaan. En dan zeggen toch met name mensen die heel commercieel ingesteld zijn. Van ja, maar ja, dat is te negatief. En we willen vooral de positieve kanten benadrukken. Maar zo trek je mensen het verhaal niet in als je alleen maar positieve fluffy verhalen brengt. Nee. En als iemand dan wel die crisis tegenkomt, want die ga je tegenkomen, hoeveel software implementaties gaan er verkeerd omdat er verkeerde verwachtingen zijn of whatever. Als jij dat van tevoren hebt gemanaged en iemand zich daarop voorbereidt, dan ben je toch de winnaar aan het eind van de lijn. En als je moet kiezen, want er is niet één helper, hè? Jij bent niet het enige bedrijf, die persoon komt op zijn buyer journey veel meer verhelpers tegen. Ja, wie gaat kiezen? Ja. Dus dan wil je toch degene die het meeste vertrouwen wekt. En dat is toch vaak de helper die het eerlijkste is. Ja. Yes. Oké. Nou, met de blik op de klok gaan we maar even naar de pauze toe. Dankjewel voor je verhaal. We zien elkaar aan het einde ook nog heel eventjes. Ik zie 20:53 op de klok. Laten we zeggen gewoon om 9:00 sharp gaan we weer verder met de volgende presentatie van Theo uit mijn hoofd. Sharp. Dus laten we net doen alsof dat ook precies zo getimed was ooit. En dan geven we met veel plezier jou het woord, het scherm en alles wat daarbij hoort. Dat is heel mooi. Dan ga ik meteen het scherm delen. Als ik dat goed kan doen. Want dat is meestal een ding dat mij niet in één keer lukt. Maar als het goed is, is het gelukt. Dit ben ik. En dit is waar ik het over wil hebben. Ja, ik ben Theo Hendricks en ik ben inderdaad een corporate storyteller. Dat houdt in dat ik ook wel wat doe met merken. Maar met name met organisaties. En wat ik daarin doe, en ik beloof je, dit is het saaiste plaatje uit de presentatie. Is ik maak corporate stories. Ik maak verhalen, veranderverhalen, soms ook merkverhalen. En dat doe ik in een soort van koker waarin ik de verhalen van mensen gebruik om tot dat grote verhaal te komen. Dus ik ben het van harte eens met mensen die zeggen dat je de context mee moet nemen als je een verhaal maakt. Dat je je moet verplaatsen in je doelgroep. Vaak zijn die mensen ook weer de doelgroep. En dus speel ik als het ware, ik geef ze het verhaal terug wat ze eigenlijk zichzelf al de hele tijd aan het vertellen zijn. In die zin heb ik het makkelijkste beroep van de wereld. Ik denk dat dat werkelijk zo is. In zo'n corporate story kun je thema's en waardes aan de hand van allerlei kleine verhalen tot leven brengen. En op het moment dat dat grote verhaal er is en dat vanaf de boardroom tot in de kantine wordt omarmd, bij de een misschien wat meer dan bij de ander, dan ga ik die mensen vervolgens in trainingen duidelijk maken dat ze daar dan weer het eigen verhaal van moeten maken. Want het heeft weinig zin om dat grote verhaal te gaan vertellen en doorvertellen en doorvertellen. Het gaat erom dat je dat grote verhaal steeds relevant maakt in je eigen verhaal. En daarvoor geef ik trainingen bij diezelfde organisaties. En dan komt het erop aan dat ik ze ga uitleggen wat storytelling nou in feite is. Dus daarom vond ik het leuk toen jullie zeiden van kan je het nou ook bij de koffiemachine uitleggen wat storytelling is. En kan je dat dan ook in relatief korte tijd? Ik ga dat in 10 minuutjes, nou 12, 13 minuutjes doen. Het begint met dit. Iedereen van ons beschikt over wat ik noem een verhalenmachine. Mensen zijn geen rekenmachines, mensen zijn verhalenmachines. En die verhalenmachines is een soort optelsom van alles wat jij hebt meegemaakt, alles wat je hebt gehoord, alles wat je hebt gelezen, alles wat je hebt gezien in de vorm van gebeurtenissen. Wij hebben een episodisch geheugen en daar slaan wij allerlei dingen in op die je niet zozeer met feiten of zo te maken hebben, maar veel meer met ervaringen, dingen die je hebt meegemaakt, dingen die je zou willen meemaken en dingen die je nooit meer zal willen meemaken. En op basis van die grote machine vol verhalen maken wij al onze beslissingen. En andere mensen zeggen dat is ratio en emotie, maar dat is het dus niet helemaal en dat gaan we proberen uit te leggen. Andere naam voor de verhalenmachine is overigens je verbeelding of je bewustzijn of je voorstellingsvermogen, want dat is allemaal hetzelfde. Wat is die verhalenmachine? Het is eigenlijk een rare tijdreiziger. Honden weten 's ochtends niet dat ze 's avonds twee keer gegeten hebben en dat ze lekker uit zijn geweest en ruzie hebben gemaakt in het park met die grote hond. Dat doen ze allemaal niet van tevoren bedenken. Ze maken dat gewoon mee
En de volgende dag gaan ze weer gewoon verder. Maar wij mensen, wij doen iets anders. Alles wat wij in het heden zien plaatsvinden, gewoon door wat we zien of wat we op het nieuws horen of wat dan ook, dat doet ons ergens aan denken. En dat waar het ons ergens aan doet denken is een van die gebeurtenissen uit de verhalenmachine. Soms is dat iets wat je zelf hebt meegemaakt. Soms is het iets wat je zelf heel graag zou willen meemaken. En op basis daarvan maak je vervolgens een projectie naar de toekomst. Letterlijk, als dit aan de hand is en ik weet dat dat gevaarlijk is, dan moet ik dus nu wat gaan doen. En dat reizen door de tijd, dat heden, verleden en toekomstspel, dat spelen we de hele dag. Dat spelen we 24 uur per dag zelfs, 7 dagen in de week. 'S nachts, als we liggen te dromen, dan doen we precies hetzelfde. En 's nachts, als we niet kunnen slapen, dan malen we en dan zitten we de hele tijd kleine scenario's door te nemen. Eigenlijk had ik dit moeten zeggen. Maar ja, dan had hij dat gezegd. Maar goed, dan had ik dat gezegd. En dan loop je vast en dan begin je weer opnieuw. En pas als je het kan loslaten, dan is er eenmaal dit. Mensen die heel erg gaan voor mindful, die begrijpen dat je voortdurend in het heden moet zitten. Maar mensen die begrijpen dat wij verhalenmachines zijn, begrijpen dat dat ontzettend moeilijk is voor mensen. En voor die honden niet. Die verhalenmachine die is heel makkelijk te triggeren. Namelijk door middel van nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid is de startmotor van je verhalenmachine. Als er iets is waardoor je denkt van, oh, ik wil weten wat het is, dan begint in feite meteen die verhalenmachine aan te gaan. En dan kun je maar het beste in je verhaal ervoor zorgen dat er ook meteen iets aan de hand is. Wij kunnen allemaal autorijden en tijdens het autorijden kunnen we ook nog een muziekje aan hebben en kunnen we ook nog, weet ik veel, een telefoongesprek voeren. Er kan iemand naast je zitten, je kan zelfs ruzie maken in de auto terwijl je met 160 over de Duitse autobaan gaat. Maar op het moment dat iemand voor je ineens bovenop zijn rem staat, dan zijn wij al dat heerlijke automatische rijden ineens helemaal kwijt. Dan hebben wij maar aandacht voor die 3 rode lampen. En dan doen wij allemaal hetzelfde, namelijk ook remmen. Dat doen we allemaal intuïtief. Maar 1 op de 5 Nederlanders doet dit. En 1 op de 5 Engelsen doet dit. Die gaat op dat moment iemand die er misschien niet eens naast zit beschermen. Dat is een soort intuïtieve reactie. Wat die verhalenmachine ontzettend activeert, is als er iets aan de hand is. Iets echt aan de hand is. Dus niks voorzichtig of wat dan ook, of langzaam. Nee, er moet meteen iets aan de hand zijn. En het tweede punt waar onze verhalenmachine enorm van houdt, en dat zat ook in het voorbeeld van Bart, dat is identificatie. Wij leven mee met personages en wij kunnen ons, in onze verhalenmachine in ieder geval, kunnen we ons met iedereen identificeren. Maar het wordt natuurlijk wel heel geniepig als in het filmpje ineens je eigen dochter op de proppen komt. Dan identificeert dat supersterk. Maar wij kunnen ons identificeren met iedereen. Wij kunnen ons identificeren met sporters, met artiesten, met Zelensky, maar ook met Poetin. Net zo makkelijk doen wij dat. Wij leven met ze mee. Wat zij meemaken in dat verhaal, daar gaan wij over nadenken van, zou ik dat ook willen of zou ik dat absoluut niet willen. Hij pakt het helemaal verkeerd aan, want ik zou het heel anders hebben gedaan. Wij leven mee in een verhaal. En we leven ook mee in een verhaal als er inderdaad iets aan de hand is. En ik ben het helemaal eens met zelfs mensen die het liefst willen dat die weg leeg is. Maar regelmatig staat een weg vol schapen en dan heb je 4 opties. En dat vinden verhalenvertellers veel leuker dan dat die weg leeg is en jij met je auto door kan rijden. Nee hoor, in dit geval kan ik een appje sturen naar de herder. En dan gaan wij communiceren en dan komen we er wel uit. Of ik zeg tegen mijn navigatieapparaat, staat een file voor me. Zeg mijn navigatieapparaat, ik ga naar rechts, ik ga naar rechts, ik ga naar rechts, ik ga naar links. En de weg is weer vrij. De zen-optie is een heerlijke optie voor de vrijdagochtend. Ik parkeer de auto links in het gras, draai de motor uit, kuddeshock voorbij, herdershock voorbij, we groeten elkaar, weg is weer vrij, et cetera. En de 4e optie, de ruitenwisseloptie. Ik toeter 1 keer, zet de ruitenwissers aan, geef plankgas. En ik zie wel wat er gebeurt. Het punt is, op het moment dat er verstoring is in het verhaal, wordt jouw verhalenmachine erbij gehouden. En die wil weten, hoe gaat dit aflopen? Dat is waarom wij zo van verhalen houden. Want wellicht kunnen we er iets van leren. Dus aandacht, identificatie en verstoring, dat zijn de 3 triggers om die nieuwsgierigheid niet alleen te wekken, maar uiteindelijk ook te bevredigen. Hoe gaat men dit oplossen? En dat is het kenmerk van verhalen. Wat we niet weten,
Dat vullen we aan. Ernest Hemingway heeft dat heel goed begrepen toen hij een verhaal schreef van maar liefst 6 woorden. Sommige mensen zien er een marktplaatsadvertentie in, maar de meeste mensen zien er de tragedie achterin. Wat de verhalenmachine namelijk niet weet, vult hij zelf in. En dat maakt het ook heerlijk om ook dingen weg te kunnen laten. Wat op een hele grote Excel-sheet nooit kan, kan in een verhaal wel. Je kunt dingen weglaten. En dat helpt. De verhalenmachine is dol op contrast. Het is niet grijs, het is altijd zwart of wit, het is goed of fout, het is kwaad of goed, het is links of rechts. Daar houden we van en daar zitten ook meteen alle gevaren van vooroordelen en manipulatie in, helemaal eens. Maar we hebben het er maar mee te doen en we hebben het er maar mee te doen omdat uiteindelijk onze verhalenmachine een soort optelsom is. En Daniel Kahneman heeft er ooit een prachtig boek over geschreven waarin hij met Thinking Fast and Slow systeem 1 en systeem 2 uitlegde. Systeem 1 is het snelle intuïtieve systeem, het snelle denken. En systeem 2 is het langzamere, weloverwogen denken. Hij heeft er een Nobelprijs voor gekregen in 2012, maar eigenlijk had hij het al 40 jaar in zijn tas zitten. Want Bert en Ernie, of Bernie en Bert, zijn de representanten van het systeem 1 en 2. En onze verhalenmachine heeft ze allebei nodig. Je hebt Ernie nodig om ervoor te zorgen dat je in een verhaal überhaupt je kan inleven. Ernie, die is makkelijk. Die neemt dingen aan. Die is ook een beetje goedgelovig. En huppakee, je zit voor je het weet. Loop je op de Via Corso Umberto in Taormina. Omdat ik zeg, we lopen op de Via Corso in Taormina op Sicilië. En dan lopen jullie mee. Bert, die zorgt ervoor dat we uiteindelijk iets van een verhaal kunnen leren. Dus je hebt dat snelle en dat langzame systeem allebei nodig om in ieder geval je punt te kunnen maken. En dat geldt dus voor alles wat we doen. Alle verhalen, die hebben zowel een Ernie als een Bert aspect. Laat je wat dat betreft niet foppen. En door te zeggen dat er alleen maar sprookjes gemaakt worden met verhalen. Integendeel. Zeg dit ook maar tegen de salesmensen. Het helpt misschien. Uiteindelijk is die verhalenmachine dus een vat vol kleine filmpjes. En met onze beelden, met onze prikkels, met onze content proberen we die verhalenmachine van dat publiek te activeren, aan te zetten. Eenvoudig weg door iets voor te stellen waardoor de verhalenmachine van je publiek ergens aan gaat denken. Een ervaring oproept of een gewenste ervaring oproept. En dat is volgens mij het hele geheim van storytelling verteld in 10 minuten. Als je kijkt naar hoe mensen dan een verhaal vertellen, dan zitten daar altijd 3 elementen in. In het begin is er een soort setup, een soort context, een soort, ik moet even weten waar het zich afspeelt en wanneer het zich afspeelt en hoe het zit. En als ik dat eenmaal weet, en waarom er überhaupt dit allemaal gaat gebeuren, dan komt het hart van het verhaal. En in het hart van het verhaal zitten eigenlijk maar 3 dingen. Eerst wil ik weten wat er gebeurde. Noem het maar even de remlichten. Iets wat misgaat, iets wat niet gaat zoals gewenst. Iets wat niet klopt, iets wat verschrikkelijk gevaarlijk is. Wat wij dan willen weten is hoe reageerde die hoofdpersoon, respectievelijk hoe reageerde je? En natuurlijk willen we ook de afloop weten, want anders is het verhaal niet klaar en liggen we weer een hele nacht wakker. Om dan uiteindelijk uit te komen bij het inzicht. En dat inzicht kunnen 3 dingen zijn. Wat heb je ervan geleerd? Bijvoorbeeld als het verhaal is, ik zat in een trein in Mexico. Ik kreeg van iemand tegenover me een koekje aangeboden. En ik werd 24 uur later wakker in een ziekenhuis in Mexico City met 1 nier minder. Dan kan het zijn dat ik er iets van heb geleerd. Namelijk nooit koekjes aannemen van vreemde mensen in treinen. Maar het kan ook zijn dat ik een besluit genomen heb. Ik ga nooit meer naar Mexico. En het kan zeker ook een life-changing event zijn geweest sinds die dag. Kan ik niet meer doen wat ik daarvoor deed, want ik heb nog maar 1 nier, laat ik het maar zo zeggen. Context, gebeurtenis en inzicht. Wij onthouden de gebeurtenis, niet de les, die wordt er wel ingevleten, maar we onthouden met name de gebeurtenis. En wat heel veel bedrijven doen, is heel veel context bieden en heel veel inzicht bieden, maar als ik het filmpje niet heb, als ik de gebeurtenis niet heb, dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. En die verhalenmachine van ons is gek. Die verhalenmachine kan inderdaad niet rekenen. Die vindt 18 graden in de winter veel lekkerder dan 19 graden in de zomer. Die weet niet hoe lang 1 miljoen seconden duurt, et cetera, et cetera. Het is een fantastisch ding. En dankzij dat fantastische ding vertellen wij elkaar al duizenden jaren lang verhalen.
verhalen waarin we zeggen hoe het komt en hoe het gaat worden. En dat is waarom storytelling zo goed werkt en ook bij verandering goed werkt. Want wij veranderen voortdurend, zeggen we dan altijd, maar dat valt wel mee. Maar ongemerkt groeien wij wel. En natuurlijk kunnen wij daarbij echt verhalen vertellen. En dat doet bijna iedereen over er is een tijd voor, dat is de rupsje. En er is een tijd sinds, dat is de blinder. En daartussenin staan een ferm besluit dat we genomen hebben. En het meest makkelijke is, denk maar aan stoppen met roken. Het rupsje weet niet dat hij later vlinder wordt. De vlinder weet niet dat hij ooit rups is geweest. Maar wij mensen kunnen echt vertellen over er is een tijd voor en er is een tijd sinds. En als wij dat doen, dan laten wij zien dat wij ons ontwikkelen. Dat wij groeien. En wat je heel graag zou willen zien in content is dat je dat op de een of andere manier aanzet. Want het kopen van een hele ingewikkelde machine of het kopen van een Mars is niet een hemelschokkende transformatie. Maar mensen maken wel dingen mee waar ze heel graag over vertellen en wat ze ook nooit hopen mee te doen. Denk aan dat kleine Dela-filmpje trouwens. Je bent een leuke meid en ineens ben je moeder. Ik bedoel, dan is er wel iets veranderd. Dus wij kunnen ook spelen met die ontwikkelingsfases van mensen. En uiteindelijk train ik die medewerkers van die organisaties waar ik dat grote verhaal mee heb geschreven, die er weer een eigen verhaal van moet maken. Uiteindelijk om een verhaal te schrijven en te vertellen in 3 scènes. Dat waarom verhaal, dat zijn je drijfveren. Dat is waarom jij hier zit. Waarom je bij deze club werkt en niet bij een andere club, maar bij deze club. Die ommekeer, dat is een besluit en dat kan een besluit zijn uit de raad van bestuur. Het kan een besluit zijn vanuit letterlijk de klantgroep. Maar uiteindelijk komt het erop neer, wat ga jij daarmee doen? Wat is jouw nieuwe streven? Om dan neer te zetten wat dat wensbeeld is. Wat zie je dan uiteindelijk voor je? Hoe gaat het dan uiteindelijk worden? En wat geeft jou het vertrouwen dat we dit gaan doen? Ik denk dat daarmee storytelling in ieder geval essentieel is in de manier waarop mensen communiceren. Ik ben het ook eens met degene die zei dat je vanuit de ontvanger moet denken. En ik denk dat ik daarmee aansluit door te zeggen dat verhalen vertellen of storytelling eigenlijk niets anders is dan spreken in de fantasie of in de verbeelding van je publiek. En daar wou ik het even bij laten. Oké, dankjewel. Ik probeer dat ding uit te krijgen. Dat is altijd een heel gedoe bij mij. Ben ik er weer? Ja, hè? Ja ik ben er weer. De vraag die bij mij nu nog wel speelt is, we hebben nu 10 minuten bij de koffiezetapparaat gestaan. Ja. Hoe is dit nu op mij als directeur van een ICT-bedrijf van toepassing? Letterlijk, hoe is dit? Ik ben toevallig bezig met een bedrijf wat een directeur heeft. Het is geen ICT-bedrijf, maar hij is directeur ICT-IV van een ander groot bedrijf. En ook hij snapt dat om zichzelf op de kaart te zetten, hij iets meer zal moeten vertellen over wie die is, waar hij voor staat en waar hij voor gaat. En daar begint ook het vertellen van een verhaal. Want op het moment dat je zegt, wie ben je, waar sta je voor, waar ga je voor, ja, dat klinkt allemaal heel goed. Maar waar ben je ooit begonnen? En waarom ben je dit ooit begonnen? Respectievelijk, wat zie jij uiteindelijk voor je? Dat zijn vragen die die directeur ook heel goed kan beantwoorden. Ook door het tot leven te wekken, in plaats van het alleen maar in jaarverslagen of in feiten en cijfers neer te zetten. En dat tot leven wekken, dat doe je door markante gebeurtenissen naar boven te halen. Misschien wel uit de geschiedenis van het bedrijf, misschien ook wel uit de toekomst van het bedrijf. En daarmee krijg je langzaam maar zeker vat op, laten we maar even zeggen, als het bedrijf, ik weet niet, de Apple heet, dan heet het ineens Apple the Movie. En Lego heeft dat volgens mij 1 keer gedaan, toen heet het Lego the Movie. Ja. Dus dat zou ik zeggen, wek het tot leven en hou het niet bij de dorre feiten en cijfers en de geschiedenisplaatjes en noem maar op. Maar maak er inderdaad een epos van, of zoals Willemijn inderdaad zei, een hero's journey. Dan gaat het werken. Wat mij opviel in jouw wauw, dat was de waarom, de ommekeer, ja. En het wensbeeld. Het eindbeeld, dat wat je uiteindelijk voor ogen hebt, jouw wenkend perspectief. Ja, waar me dat heel erg aan deed denken, was eigenlijk de STAR-methodiek van het sollicitatiegesprek. Waarbij dus de situatie, taak, actie, resultaat is dan het, zeg maar,
je vraagt naar iemand, hoe was je situatie, wat was jouw taak, welke actie heb je ondernomen en wat was het resultaat? Eigenlijk ligt dat heel dicht bij elkaar. Hè? Het is eigenlijk een soort sollicitatievraag bijna aan iemand. Van oké, okay, maar waar kom je vandaan? Wat heb je gedaan? En wat was daar dan van het resultaat? Of wat wil je dat het resultaat wordt? Respectievelijk, waar ben je naar op weg? Ja. Nee, ik denk dat dat inderdaad zo is. Ik geloof heel sterk trouwens, ik weet het wel zeker, dat mensen zichzelf ook als verhaal zien. En ook als wij vertellen, vertellen wij over onszelf in de vorm van gebeurtenissen en verhalen. Wij zitten ook voortdurend van verleden naar toekomst te schakelen. En soms speculeren we over die toekomst. En soms we speculeren ook voortdurend over het nieuws. En over hoe het mogelijk kan gaan aflopen. En we weten allemaal nog dat toen we ongeveer 7 of 8 waren, wilden we allemaal iets worden. Ik wilde bij de Thunderbirds. Maar andere mensen wilden iets serieus of zanger worden van de Beatles. Wilde ik ook nog even een tijdje. Of in het Nederlands elftal. Nou, en uiteindelijk ben ik dit geworden. Ja. Maar het punt is, wij zitten voortdurend projecties te maken naar de toekomst. Of het nou gaat om de volgende vakantie. Of het nou gaat om je volgende droomklant, weet ik veel. Dus wij denken echt in de vorm van hoofdstukken en verhalen en chapters en noem maar op. Dat is zo. Dat is ons ordeningsprincipe bijna. Ja, helder. Oké, dank voor je bijdrage. Ik zie geen vragen nu in de chat. We komen straks sowieso nog even bij je terug. Dan pakken we nu precies op de 20 minuten het overstapje naar de laatste spreker, Johannes van de Bank van Sabel Communicatie. Yes, die komt er, verschijnt ook precies volgens Q in beeld. Met slides en alles. Dan. Het is heel fijn als alle dingen gewoon lukken. Hè? Dus Johannes, take it away. Ik take it away, Bram. Helemaal goed. Ik neem aan dat ik goed te horen ben en anders merk ik het wel. Toen Bram en Freek, of in mijn geval Freek, zei van 4 sprekers, allemaal over storytelling. Toen dacht ik wel even, hoeveel gras gaat er voor je voeten weggemaaid worden als je als laatste mag? Maar uiteindelijk is het denk ik juist heel goed om al die impulsen te hebben. En volgens mij zijn wij contentmensen, want zo voel ik me ook nog steeds. Ooit tekstschrijver, copywriter, hoe je het ook wil noemen. Heel erg gebaat bij, en ook de contentstrategen, bij cherrypicking. Dingen eruit pikken die je dan inderdaad bij het al veel genoemde koffiezetapparaat kan vertellen over storytelling. En ik hoop ook een duit in het zakje te doen. Anders dan de anderen kom ik denk ik wat minder met methodieken, met journeys en dat soort zaken. Maar ik hoop wel met een heleboel praktijkvoorbeelden en elementen die kunnen helpen erbij. En ik heb er ook maar een titel meegegeven, want ik hou van heerlijke, volle, gekke slides. Het kan mij niet middelbare school genoeg soms zijn. En dat vinden ze bij Sabel Communicatie, waar ik leiding geef, collega ben. Noem het communicatiestratege of storytellingstratege. Zijn ze toch veel beter daarin, maar soms dan neem ik de vrijheid, zoals nu. De grote waarde van verhaal halen en een pleidooi voor luisteren. Dat probeer ik in de komende minuten te proppen. En ik ga er hopelijk niet al te snel bij praten. Want dat is denk ik wel een element wat nog wat meer uitgelicht kan worden en waar jullie hopelijk wat aan hebben. En dan heb je op zo'n titelslide, althans zoals ik hem heb gemaakt, natuurlijk ook alle kans voor humble brag. Want dan zeg ik, ik had wel een case kunnen doen. Want we hebben de corporate story van defensie en van politie mogen doen de afgelopen periode. Grote clubs, grote organisaties. En ik denk dat ik daar vooral nog meer heb ontdekt of bevestigd ben in de waarde van dat verhaal ophalen. En luisteren naar de mensen die in zo'n organisatie zitten of de mensen die samen zo'n organisatie vormen. En dat doen we op allerlei plekken en op allerlei manieren. En dat zou ook iets zijn van als je aan mij zou vragen, wie ben jij, wat is jouw verhaal, dan zou ik daar wel over vertellen. Maar, nou, nu val je weg volgens mij qua geluid. Maar nu ben ik er weer met mijn geluid. Ja. Als je echt zou vragen aan mij van, nou, wie ben je dan verder? Hè, als mens, wat is jouw verhaal? Wat zijn jouw drijfveren? Nou, dan zou ik bijvoorbeeld deze platen kunnen laten zien. En dan zouden jullie me in ieder geval qua verhaal al iets beter kennen. En dan zie je linksboven mezelf met mijn moeder
een middenveertiger die moeder en ook zijn vader niet meer heeft. Dus dat is deel van mijn verhaal. En zij leven gelukkig in hele mooie herinneringen voort in mijn verhaal. En dan zie je linksonder de band die op mijn bruiloft speelde, Klangstof. En dan zou ik vertellen dat ik enorm veel van muziek hou. En dat ik denk dat in muziek en in audio ook zo'n enorm krachtige taal zit. En zoveel verhalen die we ook in ons werk kunnen gebruiken. In reclame vaak toegepast, maar ook in interne communicatie. Echt een kans om verhalen te vertellen. En dan zou ik linksboven zeggen van, hey, ik heb een whippet en die heet Wim. Wim de Whippet, altijd een aanleiding voor een praatje. Meestal zitten er ook wel Wims in het publiek of in de sessies die ik doe. Nu volgens mij niet, maar Wim staat daar. En dan zou ik ook kunnen vertellen dat de andere Whippet, die Pepper heet en die ook die stok vasthoudt, dat hij nu op dit moment, want het is een actuele foto, 3 weken bij ons woont. En dat hij de hond is van een vriend van mij die bij Nederlandse Spoorwegen werkt. Dat ik daar ook werkte, dat ik hem daar heb leren kennen. En dat ik sowieso koester de mensen die ik ontmoet in de loop van mijn leven. En dan zie je onder mijn gezin, samengesteld gezin. 4 tegenwoordig al wat oudere tieners. Hier zijn ze nog jong en ik ook. Dus dat is altijd, kom je er goed af. En eventjes afrondend, how to make it about me. Aan de rechterkant een grote passie die ik deel met een goede vriend van Bram. Dat is mijn sneakerverzameling. Want nog steeds als een klein kind kan ik blij worden van een nieuw paar sneakers. Super mooi om te verzamelen. En ook al die sneakers hebben een verhaal, een backstory, zo je wilt. Ga ik proberen om weer even vooruit te stappen op mijn slides. Even kijken of dat lukt. Ja, dan wil ik jullie als brug naar mijn belangrijkste bevindingen over verhaal halen en luisteren. Deze nog even meegeven, deze meme voor het koffiezetapparaat. Namelijk onze grootvriend Drake, rapper en ook storyteller, die zegt, oeh, storytelling, daar hebben wij het niet meer over. Nou ja, laten we het net vanavond de hele avond daarover hebben. Maar hij zegt eigenlijk, dat is toch een modewoord. En als je dat aan die directeur ICT probeert te vertellen, dan, van een ICT-bedrijf, zo je wilt, dan zegt hij, kom op, dat is een modewoord. Dat heb ik op INSEAD al heel lang niet meer gehoord. En wat moeten we daar eigenlijk mee? En is het niet de purpose? En moeten we niet andere dingen? Maar wat zeg ik en wat zegt Drake met mij mee? Verhalende communicatie of verhalende kracht. Ik denk en ik merk in de praktijk dat het al werkt om het op een andere manier te formuleren. En dat is misschien maar een speldeprik, maar het is ook een tip die ik jullie hier mee wil geven. Want onder verhalende communicatie valt dat wat Theo vertelt over het corporate stuk, maar natuurlijk ook wat Willemijn vertelt over hoe gebruik je het in het vermarkten en in je journey. En natuurlijk ook waar Bart mee begon als je naar dit soort cases kijkt. Maar er valt wat mij betreft nog veel meer te halen op het gebied van verhalende kracht en verhalende communicatie. En dat wil ik jullie eigenlijk in 1 slide, en ik praat er even naartoe, omdat die heerlijk overvol is. Ik zei het al, ik hou van die middelbare schoolachtige slides die ik bij mijn kinderen zie, waarin ze alles hebben geprobeerd te proppen alsof het een Word document is. Maar ik denk dat dat ook een mooie bron is waar we uit zouden kunnen putten. Want ik ben een enorm voorstander van het heel veel gebruiken van verhalen, sessies. En dan klik ik alvast eens even naar die volgende slide toe. Deze. En dan vraag ik jullie allemaal om met mij eerst even naar de rechterkant te kijken. De 2 pijlen, zo noem ik het maar even, en het hart in het midden. En sta me toe daar even iets over te vertellen wat ik heb ervaren. Toen we eigenlijk voor het eerst binnen Nederlandse Spoorwegen, en collega van toen Herbert is ook in deze call aanwezig in deze sessie. We gingen op zoek naar de corporate story van Nederlandse Spoorwegen. En daar ben ik eigenlijk gevallen voor het halen van verhalen uit de mensen. Uit de mensen in een organisatie, maar ook als je bijvoorbeeld met een meer merkverhaal bezig bent. Uit klanten, uit belanghebbende stakeholders. Het halen van verhalen uit de mensen. En daarvoor hoef je eigenlijk niet zoveel meer te doen dan mensen bij elkaar brengen. Het liefst hele verschillende, diverse groepen en ze te vragen. Wat drijft jou nou? Ik hoorde de drijfveer al terugkomen. Waar loop je tegenaan? Wat maakt je trots? En als je bijvoorbeeld met zo'n verhaal ook nog eens een keer buiten de deur kijkt, ik zei het al, bij klanten of bij stakeholders, dan vraag je hen,
ook wat drijft jou nou persoonlijk. Want die persoonlijke verhalen, dat is een enorme schat. En ik moet zeggen, ik noemde het Nederlandse spoorwegvoorbeeld. Daar was dat nog echt een methodiek of een aanpak om tot input voor een corporate story te komen. Maar inmiddels, en daar kom ik zo meteen aan de linkerkant op, denk ik dat we als contentstrategen, communicatieadviseurs, we hebben zoveel jargon en functietitels in ons vak, maar dat we daar allemaal heel veel aan kunnen hebben. Want als we even rechtsboven kijken, als we echte en geloofwaardige verhalen ophalen, waarin het heel persoonlijk kan worden, waarin drijfveren duidelijk worden en ook collectieve drijfveren, waarin trots naar voren komt, waarin de pijn naar voren komt, ja, dan haal je een ontzettende rijke oogst op. Dan kan je bijvoorbeeld, kijk naar het hart- en bronverhaal maken of een corporate story zo je wilt. Je kan een hele verhalenoogst ophalen en dan kun je vervolgens een enorme invulling geven aan de campagnes die je doet, de trajecten die je, de communicatietrajecten die je uitzet, de plannen die je maakt. Je hebt rode draden en je hebt een bijvangst waar je die eerder genoemde directeuren mogelijk nog veel blijer mee maakt. Want tussen de regels door, en daarom ook een pleidooi voor luisteren, in de wandelgangen en in de methodieken nog wel eens story listening genoemd. Dat is zo'n pleidooi wat mij betreft, omdat je die rode draden en die bijvangst echt als voeding kan gebruiken op HR-gebied, strategie, leiderschap. En daarmee wordt dat, wat eigenlijk simpel lijkt, de verhalensessie, een onderdeel van, gebruik ik het woord toch even, storytelling, wordt eigenlijk een kern. En als je dan naar onderen kijkt, onder het hart, openheid, begrip of wederzijds begrip, ooit toch ook de doelstelling van PR, consistente communicatie die namelijk in taal en verhaal herkenbaar is. Een verhalend fundament, misschien wat pretentieus gezegd, maar je hebt die verhalen echt als een fundament onder bijvoorbeeld ook je contentstrategie. En je bent in staat om bijvoorbeeld dilemma's te bespreken. Ik nodig uit voordat ik naar links ga om vooral hieruit te putten en die verschillende aspecten te gebruiken in de praktijk die bij jou het beste past. Er is niet één stappenplan wat mij betreft, maar het zijn allemaal elementen. Nog even naar links, tot slot. Ik kijk even op mijn meelopende stopwatch. Zie, 9 minuten, maar ik ben er bijna. Verhalende kracht en verhalensessies. Ik zie het als een basis. Ik zie het als iets heel moois. Iets dat je door bureaus, storytellers, zoals we hier in Nicole zitten, maar ook zelf, door de mensen in je teams, door andere communicatiemensen, heel goed kunt laten uitvoeren en kunt toepassen. En dan loop ik graag tot slot dit lijstje even langs. Even kort een aantal highlights waarvan ik zeg, hier kan een verhalensessie, hier kan het ophalen van verhalen, hier kan het luisteren echt aan bijdragen. Aan het ophalen van gemeenschappelijke drijfveren en ook gemeenschappelijke taal. En dat heb ik beloofde geen cases te doen, vooral bij de politie gemerkt, waar we in het korps op allerlei plekken echt, zonder overdrijven, uiteindelijk duizenden collega's hebben gesproken, hebben gehoord, hebben beluisterd. En die gemeenschappelijke taal, die best ver afstond van de taal die eerst werd gebruikt, die zie je nu extern in arbeidsmarktcampagnes. Die hoor je intern in de speeches die de politiechefs houden. En die zie je ook als dialoogstarter, gesprekstarter, als er hele hete hangijzers zoals etnisch profileren moeten worden besproken. Dat zei ik al, de starter voor dialoog, communicatie die dus niet alleen zegt of vertelt, maar ook luistert, dus niet alleen storytelling. Daarmee kunnen verhalen ook prachtige aftrap zijn van bijeenkomsten en van sessies. Een andere, een hele belangrijke, ik hoorde het al over inleven, maar is echt beter weten wat er speelt en wat er leeft. Dat vind ik ook een oproep aan communicatiemensen en contentcollega's. Beter, nog beter weten wat er echt speelt in die organisatie waar je voor werkt. Of je er nou de externe communicatie, de socials voor doet, of dat je interne strategie uitzet, weet wat er leeft en er speelt door verhalen te horen en op te halen. En dan een belangrijk in het midden. Een schat aan voeding vormen die verhalensessies voor redactionele formules. De magazines die wij tegenwoordig ontwikkelen of bijvoorbeeld vernieuwen, daarvoor doen wij eerst een aantal verhalensessies
om redactionele content, rubriekvoeding en ook een algehele indruk van een organisatie te krijgen. Maar ook voor je arbeidsmarktcampagne, je communicatiebeleid, je contentstrategie. Die verhalensessies geven echte voeding en verdieping. Dan even organisatietherapie. Ooit begonnen als een grapje. Een opdrachtgever zei dat tegen ons. Want bij de verhalensessies wordt ook regelmatig gehuild, gelachen, et cetera. Dat ben je ook een beetje een organisatietherapeut. En afrondend, alle verhalensessies leveren natuurlijk ook directe ambassadeurs op. Geloofwaardige verhalenvertellers die weliswaar niet allemaal een Obama zijn of in een gelikte video passen, maar die wel je verhaal kunnen vertellen. En uiteindelijk levert het ook producten op. Van een corporate story of corporate audio tot een verander verhaal. Theo had het er ook al over. Een spoken word of een voice-over. Kortom, een pleidooi voor verhalende kracht, verhalen halen en luisteren. Mooi, mooi bondig verteld. Dankjewel. Voor iedereen die vragen heeft, laat ze vooral weten. Ik heb wel een vraag. Ik vind het een hele mooie opbouw die je hebt. Ik vraag me wel af in de praktijk hoe vaak je deze ook zo mag uitvoeren. Want eigenlijk zeg je, luister eerst goed tot je bronverhaal komt. Wat je dan krijgt is dat het verhaal heel erg gaat over wat er is en wat er speelt. Maar een verhaal moet heel vaak veel meer gaan over waar het naartoe moet. Klopt. Dus dan moet een organisatie worden meegenomen ergens naartoe. Of een merk wordt iets sexier op de markt worden gezet dan het is. Dus dan ga je op zoek naar de verhalen die daarbij passen. En dan krijg je eigenlijk een tweestrijd eigenlijk van ja, maar wat moet er nou eerst zijn? De kip of het ei? Hoe kijk je daar tegenaan? Heel pragmatisch en misschien licht opportunistisch. Als mensen me kennen, zou je dat ook weten. Die kip en het ei, ze mogen mij ook soms samen ter wereld komen. Ik geloof er wel in dat als je je oor te luisteren mag leggen, dat je aan de ene kant taal die langer meegaat kunt vinden. Verhalen die anders, ik vergat eigenlijk nog om te vertellen dat steeds vaker komt er ook een beeldtaal uit. En kun je mensen ook gelijk in de slipstream nog vragen hoe ze het liefst willen communiceren of, sorry voor het woord, becommuniceerd willen worden. Zowel intern of als in klantenpanels. Dus ik zie dat wel hand in hand gaan. En ik zie het ook wel als veel doorvertalingen van zo'n bronverhaal. Vandaar ook een bron. Je moet eruit putten. Je moet hem niet heel rigide en halsstarrig de hele tijd in zijn geheel overal. Hier weer het bronverhaal. Lees of luister het in zijn geheel. Ja, oké. Tijdens de presentatie kwam Fokke door. Dat was niet echt een vraag in de chat. Maar hij zei, story listening is het toverwoord om te voorkomen dat er storytellers opstaan in de organisatie waarvan de ander denkt, daar heb je hem weer. Het is wel een man kennelijk. Sylvia vraagt zich af, heb je vooraf altijd een kader om sessies te organiseren en gericht verhalen op te halen? Ja, wij werken wel met een kader, maar ik zou het wel willen typeren in alle, hoe zeg je dat? Ik wou zeggen onbescheidenheid, maar dat is niet eens. Als een heel soepel werkbaar kader, namelijk een soort, ik noem het even, misschien kan ik daar iemand mee tegen de schenen schoppen. Dat gebeurt tot nu toe nog niet. De anonieme alcoholistenopstelling. Dus gewoon een grote cirkel, stoelen in een ruimte. De ruimte maakt me ook nooit zo heel veel uit. De mensen wel. Een veilige setting. En voorbeelden geven we zelf eerst. Dus ik vertel zelf heel open, soms frivol, soms echt op emotie, nooit gezocht, maar hopelijk heel echt over mijn eigen drijfveren of mijn eigen dilemma's of wat zelf schuurde, over voorbeelden uit organisaties. En daarmee creëer je eigenlijk een setting. En ik denk, ik dicht heel veel van jullie allemaal toe dat jullie dit ook kunnen. Want het is alles behalve raketwetenschap, maar het is wel heel gaaf en een mooie verrijking voor je vak om een setting te creëren waarin die verhalen komen. En dan laten we mensen eigenlijk, ik weet niet of iemand de verhalencirkelmethodiek, om dan toch maar een methodiek aanhangen. Wat ik daaruit heb geleend is dat mensen luisteren naar elkaars verhaal en niet interrumperen of erop ingaan. Want die verleiding ligt altijd op de loer van, oh ja, maar dat herken ik ook, Huip, want ik heb eigenlijk dat. Nou, Huip is zijn verhaal kwijt en je bent zelf ook weg. Maar daarna is er wel tijd voor gezamenlijke reflectie en gesprek met elkaar. Dus het vergt eigenlijk stiekem best een hele strakke regie. Maar ik geloof heel erg dat bijvoorbeeld journalisten, geweest journalisten,
communicatieadviseurs, mensen die gewoon een goed gevoel hebben voor wanneer praat ik of wanneer ontvang ik, dat die allemaal dit ook echt goed kunnen. Ja. En het is echt heel leuk en heel erg waardevol, vind ik, om te doen. Oké, okay. Nou, je vertelt er zo enthousiast over dat het inderdaad heel leuk lijkt. Teun heeft nog een praktisch vraagje. Neem je die sessies op en heb je een notulist? Ja en ja, maar dat is niet altijd zo geweest. Tenminste, het is ook niet altijd. Ik vraag natuurlijk altijd, we vragen altijd of dat mag. Ik moet ook daarvan zeggen dat ik, ook in coronatijd hebben we, daar moest ik ook opeens weer aan denken, het verhaal van de sociale verzekeringsbank, die toen intern en extern best een grote opgave hadden in die periode, hebben we ook helemaal online gedaan. Ik moet zeggen, daar kon je ook wel mensen echt goed in de ogen en in de harten kijken. En daar was ook iedereen, niemand had bezwaar tegen het opnemen. Ik vind het wel belangrijk om, klinkt misschien wel heel nobel, om heel zuiver met die opnames om te gaan en het daarna ook echt weg te gooien en afscheid te nemen. En één tip, maar dat is denk ik niet iedereen gegeven, ik hou er zelf heel erg van om direct tijd aan het einde van de sessie, als een soort AliExpress Nico Dijkshoorn, het in een soort spoken word alvast terug te geven, eerste impulsen. Maar dat moet je wel durven leuk vinden. Maar dat kan ook een hele goede verrijking zijn, omdat het gelijk de mensen bijblijft en een soort extra energie geeft. En dat werkt tot nu toe van de operators aan de Bonen en Senseo-pers van Douwe Egberts Utrecht tot een leiderschapsteam. Ja, oké. Okay. Top. Ja. Mag ik nog één ding toevoegen, Johannes? We hebben natuurlijk hier in het vorige gesprek ook over gehad wat ik ook heel erg tof vond en de manier waarop je werkt. En wat ik denk waar het een heel positief effect heeft. Een soort side effect wat je niet verwacht is dat als je het verhaal van mensen gaat ophalen in die organisatie, is dat je dan ambassadeurs creëert die echt heel tof vinden dat hun verhaal verteld wordt. Als jij een goed verhaal gaat vertellen met klanten, dan worden die klanten ook echt trouwer en blijer. Het klinkt heel erg fluffy, happy world, maar zo werkt het. Ik heb regelmatig mensen geïnterviewd die nou op beurzen staan en die namens de organisatie presentaties geven, gewoon omdat ze tof vinden dat hun verhaal gehoord wordt. Gewoon op een authentieke manier. Hè? En niet, en er mogen dus ook wel negatieve dingen in voorkomen, tegenslagen. Ik zie dat ook minder, dat zonder de zendtijd helemaal te willen kapen, maar ik zie ook minder die pijn, ook bij commerciële opdrachtgevers die we hebben, over dat schurende, omdat we bij Spoorwegen al leerden dat onze reputatie op het online kanaal, toen nog Twitter vooral, @NS Online, eerder steeg dan de rest van de reputatie. Terwijl je met klanten het meer had over wat schuurde en wat pijn deed ook. Dus en verder kan ik als domineeszoon alleen maar amen zeggen op wat je zei, Freek. Dus zeker. Oké, laatste hele korte, het is bijna een ja-nee vraag van Perry. Anonymiseer je de verhalen ook? En als je dan goede verhalen dus vindt en je zou ze willen gebruiken, deze mensen, voor onszelf weten we natuurlijk wie wat heeft gezegd. Daarna anonimiseren we, maar ik vertel het wel zelf en ook collega's die de sessies doen aan het begin van. Het kan zomaar zijn dat we bij je terugkomen en dat is succesverzekerd. En dat is ook zuiver, weet je wel, want je kan anders wel heel goed beweren van, moet je kijken hoe wij dit doen en echt en authentiek en geloofwaardig. En trouwens, succes met je privacy en met je verhaal. En je krijgt heel wat heftige verhalen te horen, hoor. Dus en heel veel trekken en heel veel oppervlakkige. Maar wat is oppervlakkig? Dus ook mooi. Ja, top. Oké. Als we hem dan even terugpakken en dan ga ik proberen te doen wat jij net zegt, namelijk even een soort recap te doen van waar we het over hebben. Luister naar de medewerkers, want daar komen de mooiste verhalen vandaan en ze kunnen ook nog eens leidend zijn voor het grote verhaal dat je wil vertellen. Vraag daarbij om de wow. Dat volgens de STAR-methodiek ongeveer kun je vragen naar het waarom, de oorzaak en de, ik ben de laatste B alweer kwijt, maar de wending of de, maar goed, in ieder geval als we het in de STAR-methodiek doen, wat was er, wat was de situatie, welke rol speel je erin in de verandering en wat is het gewenste eindresultaat? Als je dat doet en je vertelt een verhaal, probeer niet dezelfde held te spelen, maar maak de doelgroep de held in de storytelling.
En ja, dan is eigenlijk, als we dan helemaal terug zijn, terug bij Bart, dan is het, ja, je kan ook storytelling toepassen in het verkopen van storytelling. Dan hebben we ongeveer een hele korte samenvatting gehad van vanavond. Ter afronding gingen we nog aan alle vier jullie een korte vraag voorleggen. En ik wil jullie ook vragen om kort te antwoorden. Dan zijn we, nou, dan valt de uitloop nog iets wat mee. Ik had twee vragen genoteerd. Laten we, ik doe eerst even een andere, dan eindigen we straks met die van Ank. We hebben vandaag een sessie waarin we jullie hebben gevraagd om storytelling te helpen uitleggen aan mensen die die uitleg nodig hebben. Hoe vaak komen jullie in de praktijk nog de noodzaak toe om, tegen om storytelling daadwerkelijk uit te leggen? En het mag ook story listening zijn, dat mag ook allemaal zijn. Maar hoe vaak moeten we het nog steeds uitleggen eigenlijk? En ik mag iedereen, alle vier de sprekers, voel je vrij om in te vallen met je inzichten. Ik hoef het eigenlijk niet meer zo heel vaak uit te leggen, maar dat kan ook komen omdat ik gevraagd word om met verhalen aan de slag te gaan. Is men er al van overtuigd dat er verhalen vertellen een kracht, dat daar kracht in zit. Alleen de manier waarop ze naar verhalen vertellen kijken, dat wil nog wel eens veranderen. Dat is toch inderdaad, we willen een corporate story en wij staan centraal als de held en kijken hoe goed wij zijn. Daar, uit die droom help ik ze meestal redelijk snel. Okay. Ze zijn maar de Robin in het verhaal en niet Batman. Dat vinden de meeste mannen toch altijd wel een beetje jammer om te horen. Oké. Theo, kom jij de vraag nog vaak tegen? Je microfoon staat volgens mij niet aan. Ja, nu ben ik er wel. Nee, ik laat mensen, meestal, want ik was heel erg blij met de bijdrage van Johannes over die sessies. Want ik geloof dat mensen geboren verhalenvertellers zijn. En met één simpele oefening maak je dat ook duidelijk. Ik hoef niet meer zo vaak uit te leggen wat storytelling is. Er zijn wel heel veel mythes over storytelling die je af en toe wel even moet doorbreken. En soms heet het gewoon verhalen vertellen en dan wordt het dan een stukje beter. en verhalende kracht, of hoe je het ook wil noemen. Storytelling is een buzzword. En daar willen mensen nog wel eens op afhaken in plaats van aanslaan. Maar nee hoor, mensen zijn verhaaldieren en dat kun je heel makkelijk bij ze neerzetten. Dus je hoeft er niet veel aan uit te leggen. Nee. En Bart en Johannes, is dat voor jullie anders? Wat mij betreft wel. Voordat ik de andere twee antwoorden die super plausibel en logisch zijn, zou ik zeggen 1 of 2 keer per week als je in organisaties stapt en je ontmoet mensen op verschillende plekken. Maar de nuances zijn er dan. Dan hebben mensen wel een beeld en is het vaak ook een ander beeld of een beeld ernaast. Want hun beeld is niet opeens ook fout. En Van de Bank en Sabel weten wel hoe het werkt. En daarnaast refereer ik toch nog even aan de Drake meme. Ik probeer eigenlijk zo snel mogelijk al weg te komen van storytelling. Vanwege het containerbegrip en vanwege daarom de lading die mensen eraan hebben gegeven. En naar die verhalende kracht te gaan. Wat? Ja, wat er bij mij in mijn wereld, in mijn werk wellicht anders is, dat ik veel commerciële opdrachtgevers heb die met een commerciële vraag bij mij komen. Ik wil meer zus verkopen, ik wil meer klanten behouden op dat en dat vlak. En die opdrachtgevers die vergeten vaak zelf dat ze mens zijn. Die praten met mij in hun opdrachtgeversrol, als marketeer, als wat dan ook. En dan moet ik ze er vaak wel aan herinneren dat ze vaak effectiever werken als er een emotioneel appel in de boodschap zit. Dus dat er wel een verhalend element in de communicatie moet komen. Nog los van of je dat storytelling noemt of wat anders, merk je dat mijn opdrachtgevers er nog wel aan herinnerd moet worden dat, niet om, dat de harde doelstelling er wel is, maar dat je het over de zachte kant vaak moet realiseren. Ja, en eigenlijk zijn dit 4 varianten op. Nee, we hoeven niet meer uit te leggen wat storytelling is, maar wel wat de invulling van storytelling is. Of in ieder geval mijn invulling. Dat is ook een mooie.
Laatste vraag dan. De vraag van Ank van het begin van de sessie. Als we het dan toch rond willen maken deze sessie. Hè, dan lukt dat wel aardig zo. Is storytelling, hoe klein ook, eigenlijk ook wel eens niet van toepassing? Of is storytelling altijd de oplossing? Nee. Ik bedoel, bij crisiscommunicatie zeker niet. Als de wereld in brand staat, ga ik in godsnaam geen verhalen vertellen. Of verhalen ophalen. Of emotie inbrengen, of hoe je het ook wil noemen. Dan moet er gewoon gehandeld worden. En dan heb je vooral behoefte aan hele duidelijke en ook best wel instructieve informatie. En niet zozeer aan verhalen over dingen die er mogelijkerwijs mis zouden kunnen gaan. Oké. Als ik daarop in mag haken, dan laat ik hem daarna. Ik denk dat het in crisissituaties vaak maar nuancerend of daarnaast. Storytelling, het is maar een letterverschil, is dan wel heel belangrijk. Bedoelt dat? Oh man, wat hilarisch zo op de late avond. En daarnaast denk ik dat je gelijk hebt. En dat je hebt ook instructieve en veel meer informatieve communicatie. En als je over arbeidsvoorwaarden en dergelijke communiceert, kun je echt wel in context verhalen brengen. Maar soms ook gewoon even door de zure of gewoon bloedserieuze appel heen bijten. En dat zou ik dan ook vooral doen. Oké. Willemijn, Bart, hebben jullie andere voorbeelden? Jij, als je, nou ja, goed, wat ik, mensen denken zelf in verhalen. Dus de onderdelen, de afleveringen van het verhaal, hoeven niet altijd weer verhaaltjes te zijn. Dus het kan ook zijn dat je inderdaad een lijstje hebt met een aantal voorwaarden. Hè, wat je noemt de arbeidsvoorwaarden, is onderdeel van het avontuur van een sollicitant. Om uiteindelijk, hè, dat kan best zijn dat die arbeidsvoorwaarden een crisismoment kunnen zijn in zijn verhaal om uiteindelijk te besluiten of die bij dat bedrijf gaat werken of niet. Dus dan is het onderdeeltje is een rijtje met voorwaarden, maar is wel onderdeel van zijn hele journey, wat in principe ook een verhaal is. Ja. Dus op die manier kun je ontzettend spelen met het concept verhalen. Helder. Bart? Famous last word. Niks aan toe te voegen helaas. Dus weinig famous. Ik vond dat Theo het heel goed uiteenzette. Er is nooit een silver bullet die altijd werkt. En dat is storytelling ook niet. Oké, helder. Dan denk ik dat het goed is om naar een afsluiting toe te gaan. Dank jullie wel allemaal voor al jullie verhalen. Boom, mag ik hem ook doen. Heel veel inzichten. We hopen natuurlijk dat iedereen die in deze sessie aanwezig was, er wat aan hebben gehad. Dank jullie allemaal voor je aanwezigheid, voor de aandacht, voor de vragen, voor de interactie, et cetera. En onthoud, 20 juni. Zijn we welkom in Amsterdam bij Awesome in Originals met onder andere een verhaal van Linda. De uitnodiging daartoe, die valt ergens in een inbox bij jou in de buurt binnenkort. Mits je hebt aangemeld op de website genootschapcs.nl als je dat nog niet hebt gedaan. En we zien je graag dan in juni of anders ergens na de zomer. En geniet van alle mooie verhalen die je dan tot je neemt op een strand ergens met een heerlijke cocktail naast je. Tot de volgende keer. Prettige avond. En vul even de enquête in. Oh ja, sorry. Ja, dankjewel. Dankjewel, Freek en Bram. Graag gedaan. Er staat nu een linkje van Freek in de chat met een vorm. Je doet ons echt een heel groot plezier door heel eventjes aan te klikken wat je ervan vond. En door daar eerlijk bij te zijn. Daar hebben wij wat aan. Daar hebben alle sprekers wat aan. Dus dankjewel. En tot een heel erg snel volgende keer. Hoi, hoi.